van Bronswijk, wie is dat? Hey, daar heeft hij met zijn weerfans. Nick Stoffer. Kijk eens, het gaat steeds beter. Ik wil ze heel graag wat meegeven. Jongens, handen goed aan het sturen. Echt, handen goed aan het stuur houden. En ook niet onder in de beugels of niet in het midden. Gewoon op het stuur houden zoals ze moeten. Want we hebben niks aan valpartijen en noem maar op. En we gaan jullie een hele fijne en mooie wedstrijd toewensen. Henk, volgens mij is iedereen er klaar voor. De parcours even vrij, want we hebben natuurlijk al elite belofte renners. Die hebben de nummers opgehaald. En die staan op parcours. Voorrijmotor graag oprijden. Voorrijmotoren oprijden graag bemannen. De lampen gaan aan. Dat houdt in dat jullie die motoren in de gaten moeten houden. Hè. Goed naar die motors kijken. Niet voorbij rijden, dat mag niet. Als jij de motor voorbij rijdt, dan word je uit de wedstrijd gehaald. Nou, als de bel gaat, gaan vertrekken. 3, 2, 1. Wij zijn vertrokken. Mooie start voor Stanvriend. En een super start voor de man met het startnummer 4. En dan hebben we met het startnummer 1 komt door het beeld Brigitte. En dit kunnen we niet lezen, de lange haren. Iris, die zwaait eens even naar de zijlijn. Dan hebben we Robin van Bronswijk. Oh, laatste ronde jongens, laatste ronde. Oh, met een knalmotor, Nick Stoffer. En dan hebben we Tom. En de afwachting van Evie. Ja, en kan je vertellen van Evie is de dochter van Rudy Vrink, die zien we vanavond eruit zien. En Rudy Vrink heeft natuurlijk al zoveel overwinning op zijn naam. Maar Evie rijdt vandaag eigenlijk voor het eerst zonder zijwieltjes. Dus dat is echt heel spannend. Ja, en ze is bijna jarig. Dat is nog veel spannender. Jan de Weert. Ja, een beetje Barry Marcus type, hè. Dat gaat allemaal natuurlijk heel snel met deze man. Het zijn sprinters. Ja. Toch op het podium met het nummer 12. En dat is Stanvriend. Dan hebben we hier Brigitte Stoffer. Dan met nummer 15 hebben we Laura. En is geclasseerd Evie Vriend. En datzelfde geldt voor Marnie Spijkerboer. Ook huismannetje mag stoppen. Iris is binnen. En straks allemaal naar dat grote podium. We hebben voor iedereen een prijs. Rudy, je mag wel een heren rondje. Wat zit erop? Toren die zijn gereed, denk ik, mannen. De vorige auto die geeft al een klein beetje gas. Die zet, die doet het pistool omhoog. Kijken nog een keer naar de voorzitter van de jury, de heer Henk Reuring. En die zegt van het kan nog niet. We vertrekken niet eerder als dat Lisette geschoten heeft, mannen. Ja, ze moeten wel luisteren naar jou. Anders als ze te vroeg vertrekken, moet je nog twee keer schieten. En dan moeten ze allemaal terugkomen. Kijken of ze luisteren. De motoren zijn weg, denk ik, Henk. Je moet nog tanken, ja. Mannen. Ja, kom klaar. Alsjeblieft, Lisette, je mag knallen! Oké, mooi schot. In de roos. Ja, nee. Dat te maken met die geweldige sprint hier van Patrick Bos. Dat bedacht natuurlijk de nodige snelheid mee. Mannen, 52 seconden op de grote groep. 52 seconden voorsprong. Hebben we het bord nog 26 ronden. Ja, Henk, en dan zeggen we wel dat die mannen in het peloton gang maken. Dan zeggen we wel dat die mannen op jacht zijn naar die drie koplopers. Maar dat zal allemaal schijn zijn dan. Hier in de Finestraat laten ze zich even zien. Dan laten ze even hun kunsten zien, omdat er veel publiek is. Maar wat gebeurt er achter op de parcours? Dat is natuurlijk de grote vraag. Maar dat krijgt u straks allemaal mee, live op de motor. Want dan gaan we eens bekijken wat er allemaal achter gebeurt. Maar die mannen geven elke keer het idee van we gaan die drie leiders ophalen. We gaan die, maar het verschil loopt alleen maar op. Dat verschil loopt alleen maar op, dames en heren. En aan de leidersprijs met 6 punten. Nog steeds de man met het nummer 12, Patrick Bos. Kijk, 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 er wordt wel hard gereden. Maar ze komen niet dichterbij. 55 seconden, mannen. 55 seconden. Die drie koplopers, die lopen verder weg. Drie koplopers lopen verder weg. 55 seconden. Op dit moment is hun voorsprong. En 40 seconden is het verschil met de drie koplopers.
hebben gemeld dat er nog 2 en 1 punten te verdienen zijn in het klassement voor de rode trui van Franken. Open uit, dames en heren, voor Niels te Brinken uit Apeldoorn. Jeffer Meulen zagen we daar. Vele etappes in Olympia's Tour gewonnen. Ster van Zwolle gewonnen. Wat heeft die man niet gewonnen als het over de sprint ging? Jeff Vermeulen nog steeds verstopt in het peloton. En als alles bij elkaar komt en er komt op een sprint aan, dan is dat een aangewezen man. Die kan aankomen. Jeff Vermeulen, houdt die naam vanavond in de gaten. Nee. Groot bedrijf in het Spijt dat zo roots heeft liggen hier in Elspeet. Van de Horen Occasions, altijd 30 auto's in de prijsklasse, van 1000 tot 10.000 euro. Van de Horen Occasions aan de Staverdunseweg. Wat is dat voorsprong? 30 seconden, mannen. 30 seconden. Dat betekent dat Pieter Valderwiet een goede doorn is, dat hij zich er ook persoonlijk mee gaat bemoeien. Met de mannen van de IJsselstreek serieus jachten gaan maken naar de top. 39 seconden kregen wij door hier volgens de voorzitter van de jury. 29 seconden. Op elkaar, haalt je het nog een keer? Gaat hij er nog een keer bij komen? Of zijn die 2 mannen nou weg? Dillingen, wat heb jij ernaast? Wat heb jij een reuzaad? De stroet houdt even. Heel netjes. De stroet houdt even. En laat Dilling weer bij komen. Ah, dit is keurig werk. Dit is gewoon, zoals het hoort. Dit is gewoon gentleman werk. Prachtig wat deze mannen laten zien, hè. Cor is die. We bellen voor je voor 6 premies. 6 premies. 43 seconden is de voorsprong. En het is nog spannend als we het hebben over de leidersprijs. Patrick Bos komt op 7 punten. En Hans Dilling op 9. 8. 27 seconden, jongens en belletje. 3 premies voor jullie. 3 premies te verdienen met de volgende passage. 27 seconden. Drie coureurs, 7 achtervolgers, betekent peloton vanaf de 11e plaats in de wedstrijd. Hier komt de man in het oranje pak, Arjan Arendsen. In die groep, dan in het wiel van Koen Rijpma zien we daar Bas Bosma. Dan zien wij overnemen op dit moment de man met het nummer 51. En het nummer 51 is van, dan moet ik even spieken, ik kan beeld jongens, dat is André Luik. En dan zien we op dit moment, ja hoor, dan zien we Thijs de Vries, de Nederlands kampioen tijdrijden, die heeft het nu even over. En in zijn wiel het nummer 84 en het nummer 84. Henk, ja, we gaan hier even de bocht om en dan is van Martijn Veling. Ja, er wordt omgekeken. Ja, die mannen komen dichterbij hoor. Die mannen komen dichterbij. Want ze zien ze nu de bocht omgaan. Het is Martijn Dijkstra weer. Het is Martijn Dijkstra. En op dit moment even in de moeilijkheden. Moet alles bijzetten. De man met het nummer 14, Bas Bosma. Als ik het goed heb. Kijk. Gaat hij de Vries, die denkt, dit gaat bijna achteraf. De Nederlandse kerstverse kampioen tijdrijden. Hij deed gisteren nog bij een prospectakel van Steenwijk. En hij rijdt op dit moment met zijn ploeg naar Koerijpa, kop over kop. De mannen van het Fiat Cycling Team. De mannen die, Hans Dilling gelost. Hans Dilling gelost. Het is 2 mannen aan de leiding. We zagen het al, hè. We zagen het al. Hans Dilling uit de kopgroep. Dus nu 2 leiders in de wedstrijd. Oh, dit is sneu. De man met het leeuwhaard. En deze mannen gaan erop en erover. En dan is het proberen van Hans Dilling om aan te sluiten. De man in de rode trui kan niet meer. Hij kan niet meer. Dit is sneu. Hans Dilling probeert alles bij te zetten om bij die mannen mee te gaan. De 2 koplopers komen bij jou, hè. Ja, dat zijn geen mooie mening van Hans Dilling, die duidelijk zijn zin gezet heeft op die rode trui van het Franken Totaalconcert. Heeft zijn puntjes verzameld, betekent dat hij straks terug mag komen op het podium. Dat hij die rode trui mag gaan verdedigen volgende week in de laatste wedstrijd. Elspeet, die mag ze een keer aanmoedigen. Ze zijn nog met z'n tweeën. Rens de Strut en Patrick Bos. Elspeet, laat die schat van u horen.
Dat zijn de twee koplopers. Dan hebben we 7 achtervolgers. 20 seconden van de leiders. Oh, en Dilling aan het staartje. Blazend, piepend. 8 ronden op het bord. Ja, op dit moment is het dan Dilling die gewoon weer aan kan sluiten. Oh, dit wat een mooie wedstrijd. En ze komen dichterbij. Ze komen dichterbij. Oh, kijk naar de ruimtes. Martijn Dijkstra die gaat al de kinderen helemaal in het zadel staan. Die mannen die ruiken dat. Van Bosma. En Hans Dilling, jongen, kom op, luister bij je alsjeblieft. Je hebt de wedstrijd ingekleurd vandaag. Je hebt de wedstrijd kleur gegeven. Je hebt de grond doen dreunen in Eelsveen. Ik hoop dat je hier met deze achtervolgers blijft. Je verdient het, de man met het nummer 23. En de versnelling gaat weer omhoog. Het is de man met de gouden wielerschoentjes. Koen van Artijs de Vries. De man van het cycling team. Van onder andere Sven Kramer, van Kiel Thuis, van de Chris van Ariens. Jawel, die mannen doen op dit moment het meeste werk om het gaatje te draaien. Hans Dilling kijkt nog eens achterom. Wat een wedstrijd, wat een finale. Hier in die 29e editie van Eelsveen. Mensen worden getrakteerd op een super, maar ook een super mooie wedstrijd. Die twee mannen, onder andere Ruipa en De Vries, gisteren nog deel uitmaken van de procurering in Steenwijk, praten niet met elkaar. Ah, er kan van alles gebeuren. Wat een wedstrijd. Eelsveen, u mag alleen maar genieten. Het is even de benen loskeuren van Matthijs De Vries. En ik denk dat die zometeen gaat. Ik denk dat Matthijs De Vries zometeen gaat en dat we die niet meer terugzien. Goed, dat betekent dat we ook nog een mooi bericht krijgen hier vanuit de jurywagen. Want we hebben nog steeds 1 superpremie van Dutch Days te geven. 1 superpremie. En dat zal dan moeten gaan tussen Patrick Bos en Rens de Stroet. Mooie berichten, maar wij hebben gemeld voor die superpremie. Die hele dikke envelop. Gaan die mannen eroverheen komen? Of zal het verdeeld gaan worden tussen die twee koplopers die zo vroeg in de wedstrijd wisten te vertrekken? Patrick Bos en Rens de Stroet. We hebben gemeld voor die super envelop. Ik ga nog even alle tussenruimte wat ik in de benen heb, in die bovenbenen, ga ik nog even gebruiken. En die twee mannen die Patrick Bos en Rens de Stroet, die komen dan naar je toe. Pak er nog even die superpremie. De superexperte, Aspeet, die mag ze aanmoedigen hoor. Hoi, Bos pakt die premie. Rens de Stroet, dan hebben we nog een serieus gaatje. En Elspeth vindt dat niet de juiste koplopers aan de leiding gaan, want het blijft hier vanavond heel erg stil. Goed mannen, alles bij elkaar betekent dat we nog een keer gaan bellen voor de laatste serie van 6 premies. Hans Dilling zit er door, hebben gebeld voor de laatste serie van 6 premies. Alles weer bij elkaar, 6 premies. Tussen mannen, nog 3 ronden op het bord. En er zit weer bij Koen Rijpma. Er zit bij Arjan Hofman, de nummer 3 van vorig jaar. Spel is op de wagen. De Rijpma zit daar op dit moment gaat te geven. Het nummer 84 zit daar bij. En nummer 84 is van Martijn Veling. En daar zit even af laten zakken. Laat ik even afzakken. Maar even kijken. Het nummer is niet goed te zien. Maar dat heb jij heen, denk ik. Hè? Is het 71 of 77? Ik kan het niet goed zien. Dat moet 77 zijn, Florian Smits uit Dinxperlo. Florian Smits met de startnummer 77, met 92 Andries Veling, met 103 Koen Rijpma, met het startnummer 84 Martijn Veling zit er weer bij. Met de startnummer 37 de man uit Dutch Days. Met twee mannen, Martijn Dijkstra, Arjen Hofman. Martijn Dijkstra, Arjen Hofman, sluit aan Arjen Hofman, die krijgt hij achterop. Kijk eens, Martijn Dijkstra die duikt in het wiel van
Koen Rijtma. Dan gaan die benen gaan staan. Dan gaan we nog een keer omhoog. Het is Andries Bening, de man uit Stokkelijk Harkema. Nu volgend in... kijk eens, nog een manneke erbij. Het nummer 71. Ja, 71 is het nu wel. Dat is 71 die ook aanblijft. En dat is Wiebe Scholte, de man die net ook al in die koproom staat. Kijk eens dan. Kijk, en dan hebben we natuurlijk een hele mooie koproom, maar er wordt veel te veel naar grond gekeken. Mannen zijn nerveus. Mannen zijn echt nerveus, praten met elkaar. Zijn het niet eens en schudden van nee. Het is op dit moment Koen Rijtma die de gang er weer in zet. Maar jongens, we moeten rijden. Als we weg willen blijven uit het peloton, dan gaan we nu. Dan word ik liever 8 of 9, maar weg blijven nou. En dat gaat ook gebeuren. Goed, deze mannen die zetten alles op alles. Om weg te blijven uit de greep van het peloton. Ja, ja, er wordt gesproken, er wordt gekeken, er wordt meegeschud. En waarom schudden ze dan mee? Waarom schudden ze dan mee? Omdat ze niet hard genoeg doorrijden of omdat ze het niet eens met elkaar zijn. Ja, en nou is de slag te pakken. Nou is de slag te pakken, Martijn Dijkstra niet weet het. En als we weg willen blijven, gaan we rijden. Martijn Dijkstra helemaal krom onder stuur. Arjen Hofman ook krom onder stuur. Kijk nog eens achterom. Op wie mijn schouder gaat het touw doen. Ja, ze komen er aan hoor. Ze hebben de slag te pakken, ze gaan het doen. Peter, die mag ze aanmoedigen van de aanvoering. Van Scholten en Arjen Hof van de Bijhaar, dan is het toch een serieus gaatje. De vallende gaatjes, Rens de Stroet die voor in dat peloton. Twee ronden nog mannen. Cor, hoe gaat het in die kopgroep? Goed samengewerkt, echt wordt heel goed samengewerkt. Wie Scholten nog even aan de bidon, Andries Bening die kijkt is. En op dit moment, ja echt, het is gewoon kop over kop. En Bening zegt meerijden jongen, meerijden jongen. Doe dan alsjeblieft. En dat zegt hij tegen Martijn Bening. Bening die een gaatje laat vallen. En Bening die kijkt achterom. Bening laat weer een gaatje vallen. En dan is het Bening die gewoon zegt meerijden, meerijden. Andries Bening, Bening, Martijn Dijkstra. Koen Rijtma, Arjen Hofman, Wim Scholten. En ik zei het al, de man met het rugnummer 77. Florian Schmidt nog hebben. Dat is alle kracht die ze nog in huis hebben. Oh, wat een wedstrijd. Wat een mooie wedstrijd, dames en heren. 7 mannen op avontuur. 7 mannen die het gaan doen. En het peloton, ik zie even niks. Geef ze een geweldig slotapplaus mee. De 7 kanonnen, laatste ronde. Laatste ronde. En Martijn Dijkstra zit te lachen in laatste stelling, Cor. Ik weet niet of dat iets te betekenen heeft. De man bij de startnummer 22, Martijn Dijkstra uit de Kniepen. Deze mannen dus vanaf de 8e plaats in de wedstrijd. Mannen, laatste ronde, laatste ronde, laatste ronde. Ja, loopt er nog iemand zo meteen vandoor. En ja hoor, het is weer Hofman die het gaat proberen. Het is weer Arjen Hofman die het gaat proberen. En het is weer Andries Bening die het gaatje dicht gaat rijden. En dan wordt er niks gedaan. Dan houden ze stil. 2 man aan de leiding. Andries Bening en Arjen Hofman. En die krijgen de ruimte op dit moment van die andere 5 mannen. Bening en... Ah, kijk, hij gaat het proberen. Hij gaat het proberen. De man met de rugnummer 71. Nee, het man met het 77. Ik kan het elke keer niet naar elkaar houden. Het lijkt ook zoveel op elkaar. Florian Smits probeert het gaatje weer dicht te rijden. En het lukt Florian Smits. Het lukt Florian Smits om dat gaatje dicht te rijden. En dan gaan die mannen door. Gaan die mannen door? Dat is dan wel eens de grote vraag. Ja, Florian Smits gaat door. Florian Smits gaat door. Florian Smits die gaat door en dan Bening. Gaat het gewoon rijden. Florian Smits gaat hier winnen. Florian Smits gaat hier winnen. Elspeter, mag ik de handen van daar voor Florian Smits, Wiebe Scholten en Andries Bening. Dat is het podium. Alle hands aan dek, want we krijgen nog een spurt van het peloton vanaf de 8e plaats in de wedstrijd. We hebben nog vele ereplaatsen te verdelen. Florian Smits als laatste kwam hij erbij. Goed, heeft het niet op de sprint aan laten komen. De man met 107, Simke Zijlstra. En als eerste ijzerstreker Robin Leuwik binnen. Sprint van het peloton wordt gewonnen door de man met de startnummer 96. Ik heb het gezegd, het is een hele rappe man. Robin Bennekes, hij wint de sprint van het peloton. Heeft Spijkerboer, want Spijkerboer die zit een beetje in zijn tweede jeugd, die is van alles vergeten, kregen we door.
Heeft hij uitgelegd wat de bedoeling is? Nee, niet echt. Niet echt. Het is zelfs de bedoeling dat jij mannen helpt aankleden meer. Nee, klopt. Dus dan mag je misschien extra trots zijn op zo'n podiumplaats. Hoe is het gegaan? Dames en heren, en ja, onder de toezicht het oog van Jan van Homme, die ooit het schielende heeft groot gemaakt. Ja, ik ben even de tel kwijt, Chris Pijn Ariens, maar hoeveel titels heb jij? Hoeveel Nederlandse titels en hoeveel wereldtitels heb jij? Ik denk dat ik ongeveer 15 Nederlandse titels heb en één wereldtitel. 15 Nederlandse titels en één wereldtitel. Hey, en welke was dan het mooiste? Die wereldtitel of zeg je, ik heb er een speciaal gevoel bij een Nederlandse titel? Nee, die wereldtitel is het allermooiste. Dat is de hoogst haalbare. Dakpistool staat op scherp. Rick Smit die monteert zijn helm nog even. En dat betekent dat wij zo aanstonds gaan aanvangen met de traditionele afvalkoers hier in Elspeet. Voorrijauto's mogen langzaam oprijden. Mannen, we leiden eerst 3 loze ronden en dan gaan we bellen. Kijken nog een keer naar de voorzitter van de jury. Als Henk schiet, dan zijn we vertrokken voor 3 loze ronden. En dan vertrekken we op de bel. Auto oprijden, auto is weg. Jongens, we rijden een kleine rondje. 3 loze ronden. Zo, die schiet even dwars door man. Ja goed, dames en heren, 3 loze ronden. Je hoort het collega Henk Vissette zeggen, de 3 loze ronden altijd, dat de 3 ronden gewoon helemaal niks gebeurt. Even het parcours verkennen, even feeling met het parcours. En na die 3 loze ronden, en dat is maar een rondje van 500 meter, hè, niet dat grote stuk, daar gaan de mannen los. En dan de laatste deelnemer, of de laatste renner die binnenkomt, die gaat uit koers. En zo houden we natuurlijk 2-3 man over die de finale mogen gaan rijden. Dat is een afvalkoers. En ja, het rondebod staat op 2. En als die mannen hier zo voorbij komen, nog 2 loze ronden. Dan 1 loze ronde. En dan gaan ze echt los.